van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Als we hem hier doen, dan is het nadat je een heel eind moet lopen naar het magazijn. Ja, dat lijkt me niet handig. Maar hier krijgen we dus problemen met het geluid en hebben de gasten er last van. Maar zo'n lift hoeft ook niet zoveel problemen te geven qua geluid. Hé, hey, ja, dat hangt er dus vanaf. Ja. Jullie kennen elkaar? Ja. Hallo. Wat kom je doen? Ik wil de directeur even spreken, maar die is zeker al weg. Ja, lang. Wie is dat? De aannemer. Waarom niet over de lift? Zeg maar, je kan natuurlijk ook allerlei karretjes laten rijden. Dan hoef je hem helemaal niet te verplaatsen. Houden jullie er wel rekening mee dat het een hele dure ingreep gaat worden? Ja, maar we hebben ook een lift nodig naar de keuken. Maar er is toch al een goederenlift? Dat houdt in dat er een liftschacht is. Die kun je dan toch aan laten passen naar wat je maar wilt? Ja, daar hebben we het net over. Die is verouderd en daarom gevaarlijk. Dat wist ik niet. Nee, maar als je het wel geweten had, hadden wij het ook op tijd geweten. Dan hadden we dat probleem nou niet gehad. Wacht, ik heb het. Kijk, als we nou aan deze kant doen, dan gaat hij namelijk achter de eetzaal langs en niet langs de kamers. Maar dan komt hij midden in je lounge uit. Ja, lounge. Nou ja, hoe je het noemt. Maar als je nou de ingang aan deze kant doet, dan zie je niet dat het een lift is. Dat lijkt gewoon net een pilaar. Ja. En zo kom je er toch makkelijk bij? Nou, even kijken of het kan. Remco? Ja, hallo, met Suzanne. Is Arthur daar? Ja? Ja, ik wacht. Ja. Ja, het is dringend. Ja, maar hij zei dat hij de hele dag in de studio... Ja, geen probleem. Ja, met Arthur. Hi, met mij. Sorry dat ik je stoor. Nee, dat geeft helemaal niks. Er is hier thuis een pakje gekomen. Ik geloof dat het van Christel is. Wat? Van Christel? Ja, het is een kruis. Wacht eventjes. Christel heeft bij jou een pakje thuis bezorgd? Nee, het is via de post gekomen. Ze weet kennelijk ook al waar we wonen. Ik wil dat je naar huis komt, Arthur. Maar wacht even, Suzanne. Ik moet nog hartstikke veel dingen doen. Ja, maar dit is serieus. Het is een kruis met een rouwlint eraan. Oké, ik kom er nu aan. Ja? Ja, het lijkt me uitstekend. Het is natuurlijk eigenlijk alleen maar leuk als we een van Fatima's ontwerpen gebruiken. Vanmiddag bel ik met het laboratorium. Ja, en het lijkt me het beste dat je je eigen contacten aanspreekt voor de show. Ja, daar was ik al mee bezig, hoor. Alleen we hebben een beetje een moeilijk moment uitgekozen, want er is een computerbeurs in de stad. Dus alle hotels zitten vol. Maar c'est formidable. Dan verspreiden we de folders onder de beursklanten voor de vrouwen. Hé, hey, dat is slim. En als de heren overdag op de beurs zijn... Dan vervelen die echtgenoten zich natuurlijk dood. Voilà. Misschien moeten we zelfs al voor die vrouwen een tweede show organiseren. Oh, niet te snel. En voor ik het vergeet, is de eerste aanbetaling al onderweg? Nee, want ik sta alleen vandaag, dus ik heb geen tijd gehad om naar Robert te gaan. Het contract ligt nog hier. Maar ik ga er echt zo snel mogelijk mee naar AA en F, hoor. Oh, wanneer je tijd hebt, zie maar. Zeg, die beurs heeft me toch op een idee gebracht. Misschien moeten we inderdaad meer presentaties geven. Een week lang, elke dag. Wat vind je ervan? Hey, wat een goed idee, zeg. Ja, dat moeten we doen. Zo, kan je het vinden? Ik zoek de notulen van de projectvergadering van vorige week. Annie zei dat ze hier lagen. Toen dacht jij, ik snuffel even wat rond in het kantoor van de baas. Nee, ik zoek de notulen. Remco, ik wil niet dat jij zonder mijn uitdrukkelijke toestemming in mijn kantoor bent. Begrepen? Moet ik dan iedere keer als ik iets zoek, uw toestemming vragen? U bent er de helft van de tijd niet. Dat is jouw probleem. Als je iets zoekt, dan laat je Annie het zoeken, niemand anders. Dan kan ik er niets aan doen dat ik vertraging op ga lopen. Wacht eens even. Ik tolereer dit gedrag van niemand. Ook van jou niet. Je bent een aardige jongen. Je werkt hard. Maar dat geeft jou niet het recht mij een grote bek te geven. Heb je dat begrepen? Het spijt me.
Dat geloof ik graag, maar dat had je eerder moeten bedenken. Ja? Het zal niet meer gebeuren. Goed zo. Verder nog iets? Nee. I say a little pray for you, dus toch het liedje wat zij altijd aanvraagt? Ja. Oh, dat lijkt me wel duidelijk. Wat wil ze nou? Dat is toch raar? Ik vind het eng. Ja, het is inderdaad een beetje vreemd. Sorry dat ik je helemaal uit de studie heb laten halen, maar... Hé, dat geeft helemaal niks. Nee, Poepie, dat mag je best vaker doen. Wat ruik je naar benzine? Hoe was je raceles trouwens? Ja, wel goed. Alleen de thuiskomst. Niet zo leuk. Gebeurt dat wel vaker, dat je dit soort pakjes toegestuurd krijgt? Ja, het komt wel eens voor dat DJ's cadeautjes of bloemen krijgt toegestuurd. Ja, meestal van verliefde meisjes of jongens. Maar dit is toch iets heel anders? Ja, Susanne, dit begrijp ik ook niet. Kijk, meestal blijft het gewoon bij bloemen of brieven. En die worden altijd naar de studio gestuurd. Begrijp trouwens niet eens hoe ze aan mijn adres gekomen is. Ja, ze weten in ieder geval meer van ons dan gezond is. Ik wil niet meer dat je met haar praat in je programma. Ja, maar wat heb ik dan allemaal tegen haar gezegd? Dat maakt niet uit. Je moet er geen aandacht meer geven en houdt het vanzelf op. Denk je dat? Ja. Tot nog toe heb je er alleen maar aangemoedigd. Ja, Susanne, je doet net alsof ik dit gewild heb. Ja, nee, maar vanuit haar gezien vat ze elke aandacht van jou op als aanmoediging. Oké. Dan maak het vanavond uit met Christel. Ja? Christel, het spijt me. Ik wil je niet kwetsen. Ik maak het uit. Wat zei ik nou net? De 7e, de 8e en de 9e. Nee, hoeveel stands willen ze? Nou, 8 stands op 400 vierkante meter. Oh ja. Ik ben toch chaotisch vandaag. Ja, inderdaad. Wat heb je toch? Nou, ben je gewoon moe. Hé? Dat kan helemaal niet. Heb jij een bloemist besteld? Hm? Nee, het zal wel de verkeerde deur wezen. Denk het ook. Lieverd. Je bent net op tijd, ze begint al aardig over werk te raken. Ja, ik moet dit echt even afmaken. Nee, er komt niets van in en ik neem je mee. Oh. Is het leuk? Die planning die maken we morgen wel af. Je bent toch te moe om nog helder te kunnen nadenken. Je hebt gelijk. Ja, nou, laat dat nou liggen, dat doe ik wel. Echt? Een schat. Dank je wel. Tot morgen. Ja? Is het goed als ik even iets terugleg? Ga je gang. Bedankt. Is het nog gelukt? Ja, ik heb alles grotendeels bekeken en volgens mij zit er wel wat bij. Ik zal u morgen mijn verslag geven. Kan je me niet nu een voorlopige conclusie geven? Min of meer. Ik weet niet of... Vooruit, laat horen. Het belangrijkste is dat het Luria-project verkeerd begroot is. Dat wil zeggen dat het volgens mij ook anders kan. Oh, hoe dan? Ik denk dat reinigingskosten voor de grond veel te hoog zijn ingeschat. En als je dat aanpast, dan is het wel een zinnig project. Hmm. Het wil zeggen haalbaar. Kijk, ik weet zullen niet of... wij niet een borrel gaan drinken? Dan kunnen we er eens uitgebreid over praten. Nou, ik werk liever nog even door. Nee, het is al laat. Iedereen is naar huis. Maar als ik nu nog even doorwerk, heeft u het morgen op tijd. Remco, als de baas jou een borrel aanbiedt, zeg je geen nee. Dat is waar. Nou, waar wacht je dan op? Nergens op. Maar laat je schetsen dan even zien. Nee, ik wil het eerst verder uitwerken. Ja, je lijkt Stan wel. Ik wil ze eerst aan Christian laten zien en dan mag jij ze zien. Nou ja, dus je vertrouwt Christian meer dan mij. En gisteren wilde je zo'n contract nog tegenhouden. Daar hebben we het al over gehad. Als ik iets betekende, word ik altijd nerveus. Oh, dat was maar een grapje hoor. Christian, hè, die had trouwens een enorm goed idee. Wat dacht je van een week lang presentaties? Een week? Ja. Ja, ik weet wel wat je wil vragen. Waar haalt het publiek vandaan? Nou, er is een computerbeurs in de stad en ik ben aan het kijken of het kan. Jullie zijn ook wel wantrouwig hoor, jij en Stan. Wat dat betreft passen jullie goed bij elkaar, zeg. Ik zit gewoon na te denken, ja? Oh, sorry hoor.
Hoe ging het trouwens met de stand gisteravond? We hebben besloten dat we er verder niet meer over zullen hebben. Dan is er niks aan de hand. Een soort gewapende vrede dus? Nee, we hebben het wel uitgepraat. Soms moet je accepteren dat je verschillend denkt over iemand. Over Christian bijvoorbeeld. Ja. En daar kunnen jullie mee leven? Ja. Nou, dat is toch eigenlijk mooi. We hebben ons contract, het parfum komt eraan. Je bent weer gelukkig met Stan. Kan toch eigenlijk niet beter? Moet je niet even pauze nemen? Ik heb zin om de stad in te gaan. Vas-y. Heb je geen honger? Ik moet die eerst afmaken. Tegen de tijd dat je daarmee klaar bent, zijn alle restaurants dicht. Dan halen we wat. Doe niet zo saai. Je moet echt die Japaner eens proberen waar ik gisteren gegeten heb. Ik heb geen zin om de deur uit te gaan. Ga jij maar. Christian, ik wil nu een keer met jou eten. Je bent de hele tijd weg of aan het werk. We zijn hier niet om vakantie te vieren. Ik niet, tenminste. Ben jij een saaie vent, zeg? Misschien wel, maar ik heb geen tijd. Je kan het toch ook morgen doen? Ik heb geen zin om weer een hele avond hier binnen te blijven. Het stikt hier van de mooie boys en wij zitten hier een beetje te cocoonen. Merk het al. Zal ik nog iets of iemand voor je meebrengen? Ik laat het wel komen. Zoals je wilt. Straks. Doe mij maar die zalm. En dan gaat deze wijn erbij. Je hebt toch geen champagne besteld, hè? Nee, had je dat gewild? Nee, laat maar. Het is jouw avondje. Oh? Ja. Ik wil je bedanken. Jij hebt me gedwongen om met Robert te praten. Ja, dat heb je toch zelf gedaan. Daar heb je mij niet bij nodig gehad. Maar zonder jou zou ik het niet eens geprobeerd hebben. Zonder jou had ik nu, ik weet niet waar, gezeten. Vol drank. Je moet jezelf wat meer het voordeel van de twijfel gunnen. Ik overdrijf ook. Weet je wat... Ja. Weet je wat Robert vandaag tegen me zei? Ik moest me gelukkig prijzen met jou. Wat heb je toen met hem gedaan? Ik weet het niet, zei hij dat? Ja, anders is hij nooit zo complimenteus. Ik heb het gisteren wel met hem over jou gehad. Ah, waarover? Dat is iets tussen hem en mij. Mooi is dat. Je wilt me echt niet vertellen waar jullie het over gehad hebben. Nee. Nou, dan zou ik het moeten doen met wat hij gezegd heeft. Weet je, ik heb me vandaag gerealiseerd hoe belangrijk je voor me bent. Ik ben zo blij dat we elkaar niet zijn kwijtgeraakt door al die toestanden van de laatste tijd. Het zegt iets over de band die... Hé, hey, wat is er nou? Ja, daar wilde ik het juist graag met je over hebben. Over ons, bedoel ik. Goed, en hoe komt ze dan naar mijn adres? Geen idee. Niet van hier. Weet je zeker dat het van haar komt? Je weet natuurlijk nooit zeker, maar het lijkt me wel zeer waarschijnlijk. In ieder geval, ik ben toch van plan haar geen aandacht meer te geven. Hoe stel je dat ervoor? Heel simpel. Ik haal haar gewoon het in de uitzending als ze belt. Dat zou ik niet doen. Maak je het alleen maar interessanter voor haar. Aandacht is aandacht, of je nou in de uitzending met haar praat of erbuiten. Wat moet ik dan doen? Je moet gewoon met haar praten. Tenminste, als je echt last van haar hebt. Laat haar maar komen. Dan kom je tenminste te weten wat ze wil. Ja, maar Benjamin, wat... Je moet gewoon een afspraak met haar maken. Een afspraak? Meestal gaat voor die meisjes de spanning er wel af als ze haar idool in levende lijven tegenkomt. Want het blijkt namelijk ook maar dat je een gewoon mens bent en niet een soort god. Ik ga toch geen afspraak met het kind maken? Ze had er genoeg van. Je moet haar ook niet thuis uitnodigen. Je vraagt maar of ze een keer naar de studio komt. Dus jij denkt dat als ze met echt ziet dat ze bij de positieve komt? Ja. Volgens mij is ze helemaal niet verliefd op je. Ze is waarschijnlijk alleen maar geobsedeerd door een beeld dat ze zich rond jouw stem heeft gevormd. Oh, doe maar. Neem er maar van mij aan dat in zo'n geval een confrontatie altijd werkt. Dat het zo ver met iemand kan komen, zeg. Het is eenzaamheid. Of gewoon romantiek. Ja, bedankt. We zullen wel merken of het helpt. Dat het leek alsof het je niks kon schelen wat er met mij gebeurde. Het is helemaal niet waar. Het kon me juist heel veel schelen. Ik dacht er voortdurend aan.
Dan begrijp ik niet dat je het eerder wat van je hebt laten horen, terwijl je voelde dat je fout zat. Ik heb die gedachten van me weggedronken. Via die drank. Ik wil niks weten van die drank. Wat ik wil weten is wat je dacht. Wat voelde je? Het heeft er juist alles mee te maken, met die drank. Dat probeer ik je nou de hele tijd te zeggen. Nou? Het was net alsof... alsof ik niet meer toekwam te denken aan die dingen in mijn leven die werkelijk belangrijk voor me zijn. Jij, de zaak. Het raakte allemaal op de achtergrond. Jeff, nog één keer. Als je aan mij dacht, wat dacht je dan? Je weet het niet. Ik weet het heel goed. Ik dacht... Ik kon mezelf over mijn kop schieten, weet je dat? Ik wil je niet kwijtraken. Ik wil Floris niet kwijtraken. Begrijp je dat niet door zoiets? Maar Sylvia... Dan... Ik wil het risico niet nemen dat Floris een keer voorgoed wegloopt. Omdat wij weer eens ruzie hebben. Ik ga nog liever scheiden. Ja, dat doet wel even pijn, maar dan... Ja, ik weet het niet meer, hoor. Ik wil nog wat brood. Mogen we nog wat brood? Ik wil dit gewoon nooit meer meemaken. Het is niet alleen slecht voor Floris, het is ook slecht voor mij. Ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld als de afgelopen weken. Laten we er dan nu over ophouden. Nee. Nee, voor jou is het misschien afgelopen, maar voor mij begint het net. Ik heb van jou nog niks gehoord wat die onzekerheid kan wegnemen. Sylvia, het enige wat ik kan doen is je garanderen dat het nooit meer zal gebeuren. Hoe kan je dat nou garanderen? Ik kan het je alleen maar beloven. Meer kan ik niet doen. Ja, dat weet ik. Als wij samen verder willen, dan moet je me vertrouwen. Ja, ik weet het. Maar dat is ook precies het probleem. Helpt het als ik zeg dat ik van je hou? Ja, misschien. Dat heb je al heel lang niet meer tegen me gezegd. Ik heb dat al heel lang tegen je willen zeggen. Mag ik nou een rode port, alsjeblieft? Ja, één rode port. Kijk eens, alsjeblieft. Dank je wel. Mag ik u misschien iets aanbieden? Doe maar een biertje. Mag je nou een biertje bestellen voor deze charmante jongen? Sorry, ik ben altijd heel direct. Daar moet je maar aan wennen. Dat heb ik in de gaten, ja. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Gezondheid. Nou, proost dan maar. Hè? Hey. Hey, Yves. Fatima. Jullie kennen elkaar. Ja. Oh, dat zou ik wel zeggen, ja. Dit is Yves, de compagnon van Christian. Aha. Ik ben Stan. Enchanté. Compagnon van Fatima. Wilt u ook iets drinken? Een witwijn, alsjeblieft. Het had veel eerder moeten gebeuren, vind je niet? Ja, het begint al aardig op te knappen nou, hè? Nee. Dat Jeff weer terugkomt op kantoor, bedoel ik. Oh. Jij denkt echt alleen maar aan het huis, hè? Ik vind het gewoon enig dat ik nou weer zelf een huis kan inrichten. Zo lang geleden. En wat zal ik nou eens met de lampen doen? Aan of uitzetten? Ik wil een andere kleur licht en andere lampen. Waarom wil jij opeens alles veranderen? Wil jij ze hebben? Janine, doe nou. Waarom is alles van Simon opeens niet goed meer? Daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het gewoon leuk dat ik nou weer eens een eigen huis kan inrichten. Ik heb me altijd aangepast aan Simons smaak. Toen ik hier kwam wonen, was alles al zo. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik zie alleen niet in waarom het zo drastisch moet. Je kan het toch ook rustig... Wie was nou degene die mij aanraadde om van dit huis mijn eigen huis te maken? Jij toch? Oké. Okay. Laat maar. Wat heb jij toch? Nou, ik heb gewoon mijn mening over wat je hier aan het doen bent. Maar dan zal ik je niet meer lastigvallen, goed? Ja, inderdaad. Prima. Nou... Wil je nog wat wijn? Nee. Nee, ik ga wel naar boven. Ik heb nog heel veel te doen. Bedankt voor het eten.
Nee, Hein, het heeft geen zin om het nog een keer te proberen. Maar ik zou zo graag met haar in contact willen komen. Oké, jongen, daar ga je. Met Arthur Peters, met wie spreek ik? Hoi, met Christel. Ik wilde graag... Een gebedje zeggen. Wie vaker luistert, weet namelijk wat Christel horen wil. Dat is I Say a Little Prayer From You, from the Queen of Soul, in haar betere tijden. En trouwens, Christel, ik heb een verrassing voor je, dus blijf eventjes aan de lijn en zet je radio vast even wat zachter, anders gaat hij straks piepen. Hallo? Christel? We zouden steeds nog een keer naar de film gaan, weet je nog? Ja, maar niet vanavond als je het niet erg vindt. Nee, blijf wel lekker thuis. Ja, ik ben helemaal kapot en morgen heb ik weer zo'n waanzinnig drukke dag. Eigen zaak, hè? Ja, jij hebt makkelijk praten. Jij hebt tenminste nog een baas. Zullen we anders op yoga gaan? Om ons te leren ontspannen. En de juiste balans te vinden tussen yin en yang. Daar heb ik jou toch voor? Wie ben jij? Ben jij yin of yang? Yang. Auw! Oh, misschien zo'n yogaklasje toch niet zo'n heel erg slecht idee. Hé, wat vind jij nou van die goederenlift? Vond jij het een goed idee om in de lounge te plaatsen? Ja, waarom niet? Jef heeft nu weer een ander idee. Namelijk achter de keuken. Is er geen plaats? Ja, we hebben de hele ochtend lopen dubben. Maar je blijft ermee zitten dat je met die karretjes door de gangen moet. Anita, het is toch geen vijfsterrenhotel? Waar je hapjes uit de lucht lijken te vallen en je nooit personeel ziet. Ja, maar Jef zei dat we gewoon zoveel mogelijk moeten proberen. Dan doe je dat toch? Jef vindt toch ook dat we moeten proberen om het voor het personeel zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken? Of... Toch, dat zei je. Dat... Ik zeg je zoveel, maar er zijn nog wel andere dingen waar je gasten veel meer plezier van hebben. Nou, zoals? Beperkte roomservice. Ja, daar hebben we het nou al vaker over gehad. En je weet dat krijg ik er nooit door bij Jef. Dan doe je dat niet. Wat is er nou? Ik praat met je. Remco! En het geluk wordt je in de schoot geworpen of niet? Bij Christel wel in ieder geval. Christel, jij bent de 100ste beller van mijn programma. En weet jij wat je gewonnen hebt? Een rondleiding door de studio. Nou, wat vind je daarvan? Ja, leuk. Ja? Zeg wanneer kun je langskomen, dan zetten wij de tompoes vast klaar. Ja, je moet niet te lang aarzelen, want misschien bellen er wel andere mensen. Christel!